Lieve mensen, Ilias boek 1, vers 122 en verder. Agamemnon heeft net boos gereageerd op de woorden van Calchas. Die zei dat het aan zijn schuld was dat de pest was uitgebroken en dat hij dat meisje moest teruggeven aan die priester van Apollo. Maar Agamemnon heeft gezegd, nou vooruit, ik doe het toch, want ik wil niet dat mijn mannen doodgaan en sterven, et cetera. Maar ik wil er wel een ander eergeschenk voor in de plaats, want anders ben ik als enige, als grote leider, zonder eergeschenk en dat kan natuurlijk niet. Achilles reageert daarop. Atreide cudiste, philoctea de panton, posgartoi dosus igeras megathumoia chaioi. Atreide, zoon van Atreus, wederom, vocatief is hier zo, cudiste, cudos betekent zoiets als roemvol, beroemd, hooggeëerd of zeer hooggeëerde, een soort superlatives eigenlijk, ook in de vocatieves, zeer hooggeëerde zoon van Atreus, philoctianos betekent bezit, liefhebbend, oftewel hebzuchtig hier, ook in de superlatives, philoctianotatos, hier super, ook in de vocatieves, de meest hebzuchtige pantoon van allen. Wow, dat is een belediging, dames en heren, voel je hem aankomen, her Achilles beledigt hier Agamemnon. En dan posgar, hoe dan, betekent dat eigenlijk in deze combinatie, toi, aan jou of aan u. Do susi, let op, do komt van didomi geven en sigma hier wijst op futurum, usi is zij. Dus hoe dan zullen zij geven? Nou, wie zijn die zij? Dat zijn de megathumoi, achaioi, aigoi. De Grieken en megathumos, letterlijk groothartig, oftewel edelmoedig. De edelmoedige Grieken, ik ben zo'n epitheton natuurlijk, hoe dan zullen die aan u een geras, een eergeschenk geven? Dat is een soort retorische vraag natuurlijk. Van hoe zou dat dan überhaupt moeten? Voordat we verder lezen, eventjes zien. Het was hiervoor, dat is een provocatie eigenlijk aan Agamemnon's vers. Maar wel in een heel mooi vers met maar vier woorden erin. Die dus allemaal precies moeten passen in dat metrum. Dat is altijd een best wel een grote prestatie van de dichter. Goed om opgemerkt te hebben. Dat argument van dat het helemaal niet kan. Hè, die retorische vraag wil ze eigenlijk zeggen van de Grieken kunnen hier helemaal geen eergeschenk geven in plaats van Glyceus. Waarom niet? Oude typu idmen xun eia keimen apolla. Oude typu betekent iets als helemaal nergens. Idmen is eigenlijk een ismen, dat is een wij-vorm van oida, en dat betekent dus wij weten. En dan komt er een ACP achter. Xun eia is onverdeelde buit, gemeenschappelijk bezit. Typisch Homerisch woord eigenlijk. Keimena komt van keima en betekent liggen. Hier een participium, liggend letterlijk. En polla is dus in grote hoeveelheid, of veel. Dus wij weten dat helemaal nergens meer in grote hoeveelheid onverdeeld buit ligt. Die ACP mag je vertalen als een ACI, dus met een datzin. Oftewel, na dat verdelen van die stad, van die buit van die stad verovering, is alles verdeeld. En er ligt helemaal nergens nog gewoon een hoop met spullen of mensen, slaven, die verdeeld kunnen worden. Want alles is al verdeeld, dus dat kan helemaal niet. En dat zeg je nog een keer. Alla ta men polion exe prathomen ta dedastai. Maar, hè, dus juist in tegenstelling tot het voorafgaande. Ta men betekent hier in deze context... Datgene wat, en dan zit dan dus aanwijzend dat dus. Dus ekperto, daarvan de aorist is exepraton, dus exepratomen voor de wijvorm, betekent zoiets als buitmaken van iets. Bij het verwoesten van een stad, uit wat dan? Uit de ex, betekent dat uit de polion. Polion is poleon, dat is dan geen dienst meer van polis, dat betekent stad. Dus wat wij uit de steden, ex polion, hebben buitgemaakt toen we het verwoesten, dat dedastai, perfectum van dateomai of daiomai, dat is een typisch Homerisch woord eigenlijk weer, en dan perfectum passief, dan kun je zeggen dat is verdeeld. Dat is al verdeeld.
Dus, maar datgene wat we hebben uitgemaakt bij het, uit de steden waar het verwoesten daarvan, dat is al verdeeld. Nou, dat is eigenlijk hetzelfde argument wat we hier eigenlijk steeds zagen. Het is allemaal al verdeeld en we kunnen dat niet nog een keer gaan... dat is het volgende argument. We kunnen het niet terugvragen van de manschappen. Dus er staat hier het volgende, beeldje 2. Laus de uk eb eoike paliloga taut eb agairen. En uk eb eoike. Eb eoike betekent, dat we eerder ook al gezegd, en dat was zelfs eoike in dit geval. Het is gepast. En niet is het gepast, het is niet gepast. Krijg je een soort ACI bij. Dat de laus, dat is laos is eigenlijk manschappen. Hè, dus dat de soldaten, de manschappen. Tauta, deze dingen, dit. Of die dingen, kan je ook zeggen dat. Paliloga, weer verzameld of weer bijeen, weer tezamen. Ep agairein. Ep agairo is bijeenbrengen hier in de infinitivus. Dus, en het is niet gepast dat de soldaten of dat de manschappen deze dingen weer bijeen verzamelen of iets dergelijks. Dat is eigenlijk het vervolg op dit eerste argument, maar de tweede is dat is wel een apart argumentje. Alles is al verdeeld en we gaan het niet nog een keertje bij elkaar ingaan, maar dat iedereen al zijn eigen eergeschenk die heeft gekregen weer neer moet leggen. Dat zodat jij daar datgene uit kan pakken wat jou het mooiste lijkt en dat we daarna weer opnieuw gaan verdelen. Dat is echt niet redelijk. Dat kan je eigenlijk niet maken. Ala su men nun ten de theoi pro es. Hij heeft een mooi voorstel. Maar, juist, hè, jij men nu aan de ene kant, men aan de ene kant, hè, pro hes, pro hiemi, is vrijlaten, laten gaan, teruggeven. Hier is de i verdwenen, dus is het geen presens, maar is het een aoristus. En hes is dan een vormpje van de imperativus. Dat betekent dus, geef terug. Tende, accusatief van hede, betekent eigenlijk deze of deze vrouw dus. Hè, dus dat is een vrouwelijk vormpje. Oftewel gewoon haar. Haar hier, kan ik zeggen. Maar jij nu geef deze vrouw, geef haar hier dus terug. Theoi aan, de god Datus van Theos. Dus dat is het verzoek wat hij zegt dat je moet doen. Maar dan komt argument nummer 3. Autar achaioi triplei tetraplei apotheisomen. Aike poti zelfs doisi polintroien autijgeion exalapaxai. Maar de Achaioi, de Grieken, en dan bedoelt hij het eigenlijk wij de Grieken, want men is natuurlijk een uitgang voor wij, maar wij de Grieken, die apotheisomen, komt van apotino, dat betekent vergoeden, vergoeding geven. Apotheiso is daar de futurum van. Maar wij de Grieken zullen een vergoeding geven. Dan is, denk ik, logisch om te zeggen dat te iets te maken heeft met jou. Maar dat is niet helemaal te zeker te zeggen. Kan het echt wel gewoon te zijn. Zoals episteem misschien. Geen idee. Denk meer aan jou. Het is maar de Grieken. Wij de Grieken zullen jou vergoeding geven. Triplei. Drievoudig. Tetraplei. Viervoudig. Aike potisest enzovoort. Aipothi, die combinatie, betekent als misschien. De ai is dan gewoon als ei eigenlijk, hè. Almir is voor ei. Als misschien, Zeus, en dan ke doisi. Doisi is een alternatieve vorm voor doi. En dat is een conjunctivus van didomi in de aoris. Dus een conjunctivus aoristus van didomi. En een conjunctivus aoristus samen met ke, oftewel an in het attisch, is een futuralis of een generalis. In dit geval gaat het over de toekomst. Dat zagen we hier ook al, is een futurum. Dus dat het ook wel futuralis zijn, die kan je gewoon vertalen met zullen. Dus als misschien Zeus zal geven, nou hier in de betekenis met een infinitivus erbij, dus dat betekent niet geven, maar zoiets als het verlenen om, het vergunnen om, het toestaan. Het ons zal vergunnen, mag je dat ons aan toevoegen, als misschien Zeus het ons zal vergunnen om de pollen Euteigeon, de goed ommuurde of sterke, met sterke muren, pollen, de stad met sterke muren, de goed ommuurde stad, Eu bedenkt goed en Tijgels is muur, de Troje natuurlijk, de Exalapaxai, dat is ook een infinitivus vorm van Exalapazo, van de aoristus, de sigma die zie je in de xi verdwenen zitten, en I is dan voor de aoristus, voor de infinitivus bedoel ik.
Dat betekent gewoon verwoesten of plunderen. Dus als hij dus het ons vergunt om de goed ommuurde stad Troje te verwoesten. Dus hij belooft eigenlijk, als je het nu teruggeeft, dat ben je redelijk bezig, want we kunnen niet alles weer gaan verzamelen en opnieuw verdelen al die buit. Maar als we Troje verwoesten, dan is het redelijk om te verwachten dat we jou daar uit de nieuwe buit weer een fantastische eergeschenk geven, wat dit verlies hiervan volledig goed maakt. Daar zien we nog een aantal andere dingen in. Aeotygion is natuurlijk een soort epitheton, wat niet ter zake doet misschien hier zo, alhoewel het is wel goed ommuurd, dus misschien is het extra moeilijk om te verwoesten, maar dat zou hij natuurlijk eigenlijk niet zomaar zeggen, want dan wordt het minder waarschijnlijk dat het me gaat lukken om dat te verwoesten. Dus ik zou het wel echt als een epitheton dat alleen maar versiering is willen interpreteren. Twee anjamamenten, autaragaioitri enzovoort, aikepotizaus, doisi enzovoort. Ik zou door die eerste zeggen dat triplei, tetraplei extra aandacht krijgt. En door die tweede, misschien doisi, maar dat vind ik niet zo heel erg opvallend. Maar dat triplei, tetraplei is wel belangrijk, want dat is ook nog eens allemaal lange lettergrepen. En dat is ook heel belangrijk, mededeling. We zullen het je meervoud vergoeden. Dit verlies. En bovendien is het er geen verbindingswoordje tussen. Of is dat misschien dat te? Dat zou nog kunnen. Hè? Dat triplei en tetraplei. Ja, dat is eigenlijk hoe we het moeten zien. Dat, dames en heren, ik verbeter mezelf natuurlijk bij deze. Er zit wel een verbindingswoordje tussen. Dat is de te, maar het staat erachter. Dus drievoudig en viervoudig. Zullen we het je vergoeden. Nou, vooruit. Dat is ook weer duidelijk. Autar achaioi, maar de Grieken aan alliteratie natuurlijk daarin. Goed, drie argumenten. Het is al verdeeld. Twee, we gaan het niet bij elkaar raken nog eens een keertje. En drie, we zullen het je later wel vergoeden. Dus verzoek, geef dat meisje nou maar gewoon aan de god terug. Oftewel aan die priester. Zal Agamemnon daarmee instemmen, dames en heren? Ik denk het niet. Maar dan zouden we namelijk geen verhaal meer. Dat is logisch, hè? En bovendien, waarom niet? Omdat die Achilles eigenlijk niet vertrouwd is. Een enorme concurrentiestrijd tussen die twee aan de gang. Hè? Achilles die beweert dat hij zelf beter is dan Agamemnon. Agamemnon is de grootste koning van allemaal. Dus als Achilles ook maar iets zegt, dan is eigenlijk direct al Agamemnon heel wantrouwend daarover. Wat de motieven van Achilles daar zullen zijn. Maar dat zullen we verder zien in het volgende filmpje. Tot dan.